iedereen. Ik heb weer een opgemaakt video voor jullie. Het is echt een hele mond vol. Laten we gaan kijken wat ik afgelopen maand heb opgemaakt. Ik denk niet dat ik nu nog producten ga opmaken, anders komen die bij mij. Dus ik ga beginnen met een wasmiddel dingetje. Hier staat niet op wat voor was dit is. Maar dit is Persil's Pure Moment Summer Breeze. En deze kocht ik vorig jaar bij de Action. Op aanraden van Masha van Beauty Gloss. Die heel erg naar Lush vond ruiken. Nou, ik vind hem dus niet naar Lush ruiken. Ook gewoon als die producten uit de was komen niet. En ik zal hem ook niet opnieuw kopen omdat ik hem niet echt heel bijzonder vond. Dan ga ik gelijk verder met doucheproducten. Strawberry Body Polish op van de Body Shop. Een doucheproduct met scrubdeeltjes erin en zeepbolletjes. En de scrubdeeltjes zijn zeg maar de pitjes van de aardbei. En je kan het nog wel een beetje zien. Maar het schuimt dus heel erg. Ik gebruik nu een andere scrub. Gewoon een scrub van de Body Shop. En deze geur is echt heel erg zoet. Ik had deze vorig jaar ook vorig jaar gekocht ofzo. In ieder geval had ik die vorig jaar gebruikt. En op een gegeven moment was het winter en ik dacht die ga ik niet gebruiken. Want het is zo'n zoete geur. En ik heb hem dus laatst ook uit de kast gehaald. En de afgelopen 2 maanden als scrub gebruikt. Volgens mij heeft mama hem ook gebruikt. Ik vond hem wel fijn. Ik vind de geur wat alleen na een tijdje. Nee. Dus in principe deze zou ik wel opnieuw kunnen kopen. Maar dan een shampoo. Dit is de Color Hair Care Shampoo van Hergom. Deze kocht ik bij de Action. En deze was naar Persik. En ik heb deze toen 2 gekocht. Maar nou is het feit dat ik mijn haar weer terug naar mijn oorspronkelijke kleur wil. Maar hij kwam er heel erg vloeibaar uit. Dus soms een beetje lastig om te gebruiken. Ik zie wel wanneer ik die andere ga opmaken. Maar ik zou deze niet snel opnieuw kopen. Want André Lon heeft van de Color Care lijn of Color Shampoo. Is ook met persikgeur, zag ik laatst. Dus dan denk ik dat ik eerder André Lon zou kopen. Ook al is deze maar 1 euro. Ik vond hem gewoon niet fijn in hoe jelly was. En hij maakte haar, beschermde die ook niet echt tegen de kleur. Dan heb ik nog een conditioner ding opgemaakt. Deze is een beetje ingedeukt. Ik kan hem even uitdeuken. Ik maakte het 3 Minute Miracle Color Deep Treatment Masker Conditioning ding van Aussie op. Dit was mijn eerste 3 Minute Miracle of überhaupt eerste Aussie product. Ik had hem bewust voor de color gekozen omdat hij minst sterk rook. En die ruikt echt naar diddelplaatjes. Die doet er echt ontzettend lang mee, sinds de ik. En ik heb hem op een gegeven moment gewoon als conditioner gebruikt. En toen deed ik er nog heel erg lang mee. Dus deze. Ik wil best wel een keer een ander Aussie product proberen. Ik wil gewoon een keer de voor damage hair ofzo. Dat kocht ik niet op, maar dit maak ik papa op. Dit is de Body Shop Whitenusk Sport Hair and Body Wash. Deze heb ik voor papa een keer gekocht. Ik vind deze zo lekker ruiken. Het ruikt een beetje, het is volgens mij iets van grasachtig in, want het ruikt een beetje wel lekker fris, een beetje grasachtig. Het zal vast wel een ander zijn die ook lekker is. En ja, dit is zeker een aanrader voor mannen, want deze ruikt heel erg lekker fris. Een beetje grasachtig, zoals ik al zei. Daarna heb ik nog een shower gel opgemaakt van Ahava. Dit is de geur water. Maar deze rook niet naar water, deze rook bloemig. Beetje lichtelijk, wel een beetje flowing, zeg maar. Dit is dus een tube. En handig, want dan kan je wel echt alles tot in de laatste puntjes opmaken. Ik weet niet waar Ahava te koop is en hoe duur het is. Deze zat een keer in mama's glossy box en deze vond ik heel erg fijn. Dus dit is zeker een aanrader. Nog wat mesjes opgemaakt. Ik heb bikini line mesjes opgemaakt van de kruid. Want deze zijn volgens mij niet meer te koop. Ik vind het wel jammer, want deze is wel prima. Deze en dit is een 3-pack Body X Dispensable Razors Pure Woman. Ik heb geen idee, volgens mij waren deze van de Action of van de Big Bazaar. Bewogen, dus vond ik wel best wel prima. Ik heb even in de tussentijd de was aangezet. En ik kwam echt tot de conclusie dat ik best wel veel heb opgemaakt. Zo heb ik deze mini shampoo ding opgemaakt van KNS California Moisture Repair. Moisture Pair Shampoo. Dus moisturizing en repair. De dop die was een beetje doodgedraaid. Deze rook al heel erg lekker. Even kijken, volgens mij zat hier geen. Oh ja, het is wel SLS in. Zelfs SLS. Dan maakte ik ook nog een mini op. Dit is de Big Shampoo van Lush. En hier zat zeezout in. Dat maakte mijn haar heel erg droog. En akelig gevoel kreeg ik erbij. Die zou ik niet kopen en deze weet ik niet eens waar ik hem kan kopen. Ik weet niet eens waar ik de tester vandaan heb. Maar ik had dus net nog een was aangezet. En toen ging deze op. Dus dit is de kleur van Albert Heijn. De kleur. Deze vloeistof is blauw en deze koop ik wel vaker. Dus ja. Ik vind het allemaal prima. Het maakt schoon. En ja. Dan heb ik nog wat verzorgingsproducten opgemaakt. Ik heb een eye and lip makeup remover waterproof van L'Oreal opgemaakt. Dus met 2 substanties. Zo'n olie
En zo'n lotion-substantie moet je dan schudden en dan krijg je even vloeistof. Maar ja, dat weet je, dat is wel. Omdat de verpakking dus vernieuwd is van L'Oreal, die is nu vierkant. En ik denk dat ik hem nog wel een keer opnieuw koop. Ook dat nog meer dat product trouwens. Dit is Lush Dreamtime. En dat is zo'n badolie-blok. Dit heb ik in stukken gesneden. Ik vond deze niet echt heel erg fijn. De geur vond ik niet zo. En nee, ik zal deze niet opnieuw kopen. Ik vind het heel leuk om het geprobeerd te hebben. Maar ja, het was allemaal. Het was gewoon dus een vaste substantie en dan werd het olie. Maar Dreamtime van Lush vind ik dus niet zo heel erg geweldig. Dan heb ik een bruisbal opgemaakt en ik heb hier twee keer mee gedaan. Omdat ik het gewoon zonde vind om zoveel geld gewoon in één keer weg te laten gaan. En ik kan er prima mee doen. Ik vond hem trouwens heel fijn. Geur was lekker. Hij voelde echt super goed. Ik heb nog een bruisbal van Lush, dus ik weet niet of alle bruisballen zo zijn. Dit was trouwens Twilight. En oh, heerlijk. Als we het toch over Lush hebben, heb ik hier nog Lemley Flutter. Oh, de verpakking is helemaal vet. Gadver. Deze kocht ik in Londen en deze is goed tot 1 mei. Oh, dus ook bijna. Maar ik vond hem echt niet meer lekker ruiken. Oh, er zit nog best wel wat in. Ik heb alles naar één kant gescoopt. Ik heb er toch wel lang mee gedaan. Ik heb hem niet iedere dag gebruikt, anders was hij zeker al op geweest. Ja, ik zal deze best wel een keer opnieuw kopen. Als ik wel weet dat ik iedere keer wel mijn nagels wil gaan verzorgen en zo. Ik heb als eerste Botanical Choice Skin Soothing Moisturizer Mask opgemaakt. En met aloe vera. Ik vond deze geur dus helemaal niet zo heel erg lekker. We zijn alweer een halve dag later, want ik ben altijd naar het werk geweest. Maar mijn camera was weer leeg. Echt heel frustrerend. Maar ik was bij dit masker gebleven, dacht ik zo. Dit is een masker van Foodaholic. En dit is een sheet mask van, echt van, waar sheet masks vandaan komen. Korea of zoiets. Azië in ieder geval. Aziatisch sheet mask. En deze zit ook met zo'n whitening dinges in. Ja. Echt heel frustrerend dat er zo'n whitening product in zit. Want verder zijn ze wel heel erg lekker. Ze ruiken lekker. Fijn, I like. Dan heb ik ook nog van Onyx een exfoliating mask opgemaakt. Dit al, er zitten er twee in. En Onyx is te koop bij de Action. Weet u vast wel. Of mensen die dat niet weten, dat is zo. Deze rook zo goddelijk. Een beetje spa-achtig. Alleen wat ik jammer vind, is dat er maar op één zo'n pakketje staat in het Nederlands op. Kan je er ook geen aantal minuten op vinden. Dus dat is jammer. Maar verder rookt hij wel heel erg lekker. Dit is met persikdeeltjes en walnoot. Ruik je er meer in terug. Dan heb ik een Dokter van de Hoogmasker opgemaakt. Een oude druif en citroen, denk ik. Een normale gemengde huid. Fruitzuurmasker. Rijf en verwijder door de uitzending. Ja, ik vond het prima. Ik heb twee pakjes kruidvat cleansing dings opgemaakt voor de gevoelige huid. Deze die vond ik niet fijn. Ik had er een driepak van. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk en nog eens verschrikkelijk. Het zwartjes halen branden het al als de neten. En daarom heb ik ze wel gebruikt om zwartjes eraf te halen. Of voor als ik voordat mijn make-up ga doen, echt mijn handen een keer reinigen. Hoe kun je dat als ik dat dit voor een gevoelige huid is? Nee. Nee, gewoon niet. Nee. Dan heb ik nog een keer reinigingsdoekje opgemaakt die ik wel voor mijn gezicht heb gebruikt. Namelijk deze van A Absolute of Absolute. Met pomkornet. Deze zit in een glossy box. En helaas bestaat de glossy box niet meer. En iedereen klaagt over deze doekjes. Ik snap waarom mensen klagen, want de geur is verschrikkelijk. De geur is echt niet te houden. Oh! De prijs is ook niet te duur, want ze zitten er volgens mij 10 in en dan betaal je van 5,05 of 5,50 of zo. Ik weet het niet. Super duur. Maar de werking. Fantastisch. Dit moet ik zeker onthouden, want ik weet, ik wil niet wel zeggen, maar deze werking. Wauw. En ik snap op het moment dat ik niks vind, want de geur is echt verschrikkelijk. Dan heb ik ook nog wat watjes opgemaakt. Ik vind die mijn watjes altijd verslind en ik doe samen met mijn moeder, maar ja. Ik heb deze Kappen Bio opgemaakt van de Kruidvat. Vind ik prima, geweldig. Ja, nou geweldig niet, maar ik vind het gewoon prima. Ik ben best wel kieskeurig met watjes, maar deze vind ik echt verrassend fijn. Dus voor mij de tweede keer dat ik ze heb. Voor de eerste keer deze van de Primark of Primark. Dit is een zakje en er zitten dan twee rollen wattenschijfjes in. 2 keer 80 stuks en ze zijn samen 1 euro. Super goedkoop en ik vind ze eigenlijk prima. Dan heb ik nog een gezichtsverzorgingsproduct. Dit is mijn nachtcreme en deze ging net op de avond volgens mij van 1 april of zo. Deze is van de Body Shop Tea Tree.
Nu rijdt hij naar drop. Ik vond deze titri geur ontzettend meevallen. En ik heb deze tot de laatste druppel opgemaakt. Want kijk, ik heb hem gewoon ontleed. Ik dacht, dat moet gemakkelijk kunnen. Ik bedoel, plastic toetje en flaconnetjes. Goed, dan moet het er vanaf kunnen, dacht ik. En het is eigenlijk zo'n pompsysteem. En ik dacht ook van, ik wil gewoon weten hoe dat dan werkt, zo'n pompsysteem. Dus de Dove Original Deo opgemaakt. Weer een deo, ja. Ik heb deze vanaf december, denk ik, gebruikt. En deze rook echt naar Dove zeepjes. Echt naar mijn tante, vind ik. Ik had vroeger altijd Dove zeepjes overal liggen of zo. Ja, toen ben ik denk aan vroeger dat ik bij hem bleef slapen. Prima, ik ben hierdoor wel fan geworden van Dove deo's dus. Een Hema Nail Milde Nagellak Remover. Deze was paars qua substantie. En deze rook in principe best wel lekker. Maar op een gegeven moment komt zo'n rare geur doorheen. Ja. Wel prima. Op een gegeven moment merkte ik dat mijn nagels hier wit van werden. Of mijn handen. Of... Terwijl hier geen aceton in zit volgens mij. Geschikt voor broze nagels en kunstnagels zonder aceton en alcohol. En dan heb ik nog een tandpasta opgemaakt. Colgate Max White One. Deze stond beneden. Ik heb ook uit de Luminous gehad. Ik vind het niet echt heel denderend of zo. Ik heb twee mascara's opgemaakt. De Miss Manga Volume Mascara die vorig met een frites zat. Hij is niet helemaal op. Maar hij ruikt niet meer echt heel geweldig. Ik zat vorige maand al een beetje te twijfelen van zou ik een favoriete video doen. Omdat ik toen had het gevoel dat hij minder zijn werk deed. De Colossal Volume Express Cat Eyes. Deze zat in de tas en die gebruik ik nog langer. Maar deze begon echt te stinken. Ik vond het wel een fijn borsteltje. In het begin moet ik hier heel erg aan wennen, omdat het zo'n heel klein borsteltje is. Maar wel makkelijk voor de omwenden, omdat hij zo bol is. Hol. Hij is hol. Als je omdraait is hij bol. Ik kan een keer ook mascara's kopen, meestal in aanbiedingen van Maybelline. Dus het zijn best wel vaak aanbiedingen. Dan heb ik nog iets voor de nagels opgemaakt, namelijk een Oriflame Grow Booster. Dit is een goedje wat je dan over je nagels doet, zo'n soort van serum. En dan masseer je het in en dan moet die nagels snel gaan groeien. Nou, daar merk ik verder niet zoveel van. Dit is een sampletje van de kapper. En hierin zat... Oh, het ruikt zo rot. Ik ruik even naar de kapper. De bio. Jezus, hoe heet dat merk ook wel waar dat serum van is? Van die zijderups. Iets van conditioning spray of zoiets. Ik weet het niet. En die hadden ze in hun test of dingetje gedaan voor mij. En ik vond hem wel prima. Het is alleen stom als je een spray hebt en hij zit in één keer in een potje. Dan heb ik nog een geurkaars opgemaakt van de IKEA. Dit is zo'n rustieke kaars. En hij is nog niet op zoals je kan zien, maar het lontje is helemaal opgebrand. Deze hebben ze volgens mij niet meer, maar deze is ook zo lekker. Met van zo'n houtprint erop. Deze ruikt naar de grijze lijn van de... Die met die stenen van de IKEA. En nu hebben ze andere grijze geurkaars en volgens mij ruiken die ook hetzelfde. Ik heb deze nog één, die staat hier voor mijn neus, maar nu niet te branden. Best wel wat waxmelts opgemaakt van waxmelts.nl, of course. Want ik heb er nog heel veel en ik wil ze nu gewoon opmaken een keer. Als eerste Romantic of Romantiek. Deze vond ik heel zoet. Ik denk niet dat ik hem snel opnieuw zou kopen. Dan heb ik Witching Hour. Dit is een typische kaneelgeur. Niet rond kerst of zo, maar nee, niet zo snel. Ik vond het best wel tegenvallen. Dan Pink Sugar. Deze ruikt heerlijk zoet. Maar er staat altijd naar suikerspin ruikt en dat doet hij niet. Dan heb ik Energy. Oh ja, dit is die typische geur die ik niet zou kunnen omschrijven. Dit is echt zo'n beetje zo'n waxgeur. Nee, deze vond ik echt niet fijn. En dan mijn favoriet Angel. Angel gebaseerd op het parfum van Terry Mugler. Maar deze ruikt zo lekker. Oh. Deze ga ik by far opnieuw kopen. Misschien ook al 100.000, want deze is echt yummy. En dat, van alles wat ik had opgemaakt. Het is zoveel deze maand. Wow. Ik ben blij dat ik de video nu heb opgenomen. En tot volgende maand met deze video, opgemaakt video's. En tot de volgende keer. Doei.